Informatie over vaccinaties en vaccins moet duidelijk aan de samenleving worden overgebracht. Daarom is het belangrijk om de gezondheidssector te evalueren en deze informatie te delen met belanghebbenden. Dit was de boodschap tijdens het 28e Immunologie en Infectieziekten Symposium, georganiseerd door Stichting Post-Academisch Onderwijs Geneeskunde Suriname in samenwerking met de PAHO. Steffen Vreden, voorzitter van de National Immunization Technical Advisory Group, NITAG, ging in op het belang van het uitdiepen van de verschillende vaccinaties en vaccins. NITAG is een werkgroep bestaande uit deskundigen die op basis van onderzoekingen onafhankelijk advies geeft over vaccinaties en vaccins. Wat we verder doen is informatie verzamelen over vaccins, dus nieuwe trends, over de coverage in Suriname. Zoals u weet is daar wat een en ander over te doen geweest. We hadden een lage coverage, daar staan we niet alleen in. Overal ter wereld is eigenlijk tijdens de COVID-pandemie de vaccinatiegraad voor andere vaccins achteruit gegaan. Deels omdat de bewegingsvrijheid van mensen enorm werd ingeperkt, maar deels ook omdat de anti-vaccin-movement ook invloed heeft gehad op de reguliere vaccinatieprogramma's. Door middel van een presentatie liet Vreden de toekomstplannen van de organisatie zien en de voordelen voor de gezondheidszorg. Ik heb hier aangegeven wat we onder andere van plan zijn in 2024. Wat ik in rood heb geschreven, dat zijn we nu aan het doen. Want het blijkt dat bij een van die indicatoren is dat de NITAG bekend moet zijn bij de professional and scientific community. De avond werd afgesloten met een vragenronde waarmee de organisatie transparantie demonstreerde en hoopt op het creëren van meer duidelijkheid.